Een hele, hele goede morgen allemaal. Zoek nog even een plekje. We gaan beginnen met de Netwerkdag 2017. En ik heb de Netwerkdag 2016 nog best wel goed voor ogen. Wat daar opviel was dat de ruimte een stuk kleiner was. En daarmee ook de opkomst. Ik geloof dat we toen met een man of 100 waren. Dat is vandaag verdubbeld. Dat is ontzettend leuk om mee te maken, want dat betekent dat de instellingen, de mensen met wie we veel praten en veel contact hebben door het jaar heen, gecommitteerd zijn met wat we aan het doen zijn. En dat vind ik erg gaaf om te zien. Nu dus de jaarbeurs. Ik vind het nogal een upgrade in vergelijking met vorig jaar. SURF staat voor het samen aanjagen van vernieuwing. En we zien een heleboel dingen om ons heen gebeuren. De digitalisering van onderwijs en onderzoek, daar maken we versnellingsplannen voor. Research is steeds internationaler en big data is de norm geworden daarin. Privacy en security, niet alleen maar een issue wat geldt voor beleidsmakers en voor mensen die normenkaders in elkaar zetten, maar ook steeds gevraagd door de gebruikers zelf. Is het allemaal wel op orde? De Global Campus, we hebben straks een mooi verhaal van de Rijksuniversiteit Groningen, die Groningen niet meer groot genoeg vond om hun lessen te kunnen geven. Cloud, van Office 365 tot firewalls die als dienst afgenomen kunnen worden in de toekomst. En de ontwikkeling van onze diensten gaat steeds sneller. We kunnen niet meer nu bedenken wat we over 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar precies hebben bedacht. De ontwikkelingen gaan zo snel dat we een veel wendbaardere manier moeten hebben om onze diensten te ontwikkelen. En het wordt technisch ook allemaal steeds complexer. Er is gevraagd om wat over de visie van het SURFnet-netwerk te vertellen. En voordat ik naar de langste regel van de slides ga, wou ik dat eerst maar eventjes in woorden vertellen. Het gaat om de connectiviteitsbehoeften van gebruikers. Daar begint het. Wat heb je nodig? Je wil een verbinding van A naar B voor allerlei zaken. Daar komen we nog eventjes op terug. Vervolgens wil je via een intuïtieve interface kunnen vertellen wat het is wat je wil bereiken. En het systeem wat daarachter zit, moet bedenken hoe dat op het beste manier gerealiseerd kan worden. En dat is op het niveau van wat we dan user services noemen. Dat is eigenlijk ons dienstenportfolio. Hetgene wat je in een portal of op een website in ieder geval een goede user interface aan kunt treffen en kan bedienen. Als je dan weet wat je precies wil, dan hebben we het uiteindelijk, het blijft gewoon netwerktechniek, moet het vertaald worden in network services. Hè, dat zijn de building blocks eigenlijk waar we mee in SURFnet 8 gaan bouwen. En daaronder ligt een heel apparaat van operationele processen om dat mogelijk te maken. Dus in de langste zin, in onze visie is het SURFnet-netwerk een one-stop-shop voor alle connectiviteitsbehoeften. Een intuïtieve interface vertaalt de behoeften van de gebruikers in user services. En door intelligente automatisering kunnen de juiste network services of building blocks snel en consistent beschikbaar gemaakt worden in het fysieke netwerk. Dat met hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid verbonden is met de rest van de wereld. Nou, dat was de langste zin. En we gaan er wel eventjes wat uitpluizen. In een plaatje ziet dat er ongeveer zo uit. We gaan dadelijk wat in op welke behoeftes we nu allemaal zien. De user services. En dat is eigenlijk de uitdaging waar we voor staan. Hoe zal SURFnet 8 aanleiding geven tot een nieuw portfolio van netwerkdiensten? En hoe gaat dat in de toekomst transformeren? En welke network services hebben we gekocht in ons nieuwe netwerk? En waar zijn we bezig op het gebied van die operationele processen? De behoeftes. Je bent een medewerker van een instelling. Dan wil je snel en stabiel internet hebben. Je bent een student en je neemt je smartphone mee, je neemt je laptop mee, je neemt je iPad mee en je wilt draadloos verbonden zijn waar je ook bent op de campus. Je beheert de infrastructuur van een instelling. Dat betekent dat je misschien wel applicaties in de cloud hebt draaien. Dus dat je connectiviteit van de campus naar de cloud of naar je datacenter goed geregeld moet zijn. Je bent een onderzoeker en je wilt toegang tot de data die op een internationaal meetinstelling geproduceerd wordt. Dus dan heb je high performance networking nodig. Je bent een facilitaire afdeling en je hebt een fantastische toepassing bedacht voor de Internet of Things. Dan wil je dat al die sensoren en actoren in het netwerk goed kunnen praten en veilig kunnen praten met elkaar. Je wil met onze nationale supercomputer werken. Dan moet je de toegang daar naartoe op een goede manier regelen. Je wil kunnen profiteren van alle voordelen van virtualisatie.
niet meer zelf de investeringen hoeven doen. Zorgen dat je softwarematig up-to-date blijft bij de laatste technische ontwikkelingen. Je bent een student en je bent de netwerkengineer van de toekomst. Dan moet je ook kunnen oefenen. Dan moet je ook weten dat er een testbed ter beschikking is waar je mee ervaring op kan doen. En er zijn behoeftes, neem ik aan, en daar werken we altijd aan, waar je nu nog niet van weet dat je ze hebt. Maar technologische ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de toekomst. En daar willen we als Surfnet als eerste bij zijn. Dat moet zich vertalen in een dienstenportfolio. Maar hoe dat dashboard er nou uitziet, ja, het is nu nog een puinhoop. We willen connectiviteit van A naar B, dat moet snel, dat moet publiek of juist privé, dat moet naar een virtuele infrastructuur. We willen research data zones, we willen zorgen dat je draadloos verbonden bent. De uitdaging waar wij voor staan is om dit te vertalen in user services. En de toegang tot die user services zo eenvoudig mogelijk te maken. En dan Surfnet 8. Iets meer, nou, de kop af een jaar geleden, ik kan me 19 december herinneren, hebben we de optische laagcontract getekend met ECI. En sindsdien zijn we bezig met het ontwerpen en bouwen al van het optische netwerk, het nieuwe optische netwerk. Enkele weken geleden konden we daar het contract voor tekenen met de Lindes voor de servicelaag. Dat betekent dat we nu eindelijk weten hoe Surfnet 8 technisch gesproken uit gaat zien. En daar hebben we verschillende netwerk building blocks voor uitgevraagd in de tender. Dus dat is ja, IP transit, IP VPN, Ethernet point-to-point en Ethernet point-to-multipoint. Dat zijn de diensten, de building blocks waar we het allemaal mee kunnen gaan bouwen. MPLS is ook wel de moeite waard om daarbij te vermelden, omdat we nu met het nieuwe netwerk eindelijk de kans hebben om dat MPLS gebaseerd te gaan bouwen. En de afgelopen jaar, de mensen met wie we veel gesproken hebben, weten dat automation en orchestration een belangrijk onderwerp is, wat ook zeker in de parallelsessies terug gaat komen. In onze visie is automation de basis waarop we agile kunnen ontwikkelen met onze netwerkdiensten. Dan de operationele processen. Ik heb ze even gesplitst in tweeën. Quality assurance en operational assurance. Quality assurance is eigenlijk alle efforts die we steken in kwaliteitsmanagement. Dus we hebben informatieveiligheid, we hebben privacy en we hebben continuïteit als pijlers onder ons kwaliteitsmanagement. We hebben daar normenkaders voor opgesteld en we werken er hard aan om alle dienstverlening die we bij Surfnet doen te laten voldoen aan die normenkaders. Operational assurance is eigenlijk het bekende werk wat we al lang en goed doen bij het netwerk. Service delivery, changes, incident management, problem management, dat soort zaken. Kijken. Maar we zijn er nog lang niet. Uitdagingen die we zien zijn het bouwen van Surfnet 8. De optische laag is al een heel eind onderweg. Maar we weten dat de bouw van de servicelaag, nou, zeker een jaar of twee zal duren voordat we zeggen, nou, daar zijn we eigenlijk wel mee klaar. Dat betekent dat we nog veel met jullie gaan communiceren over wat daar allemaal voor nodig is en wat daar op de campus en op de verschillende instellingen voor moet gebeuren. Het is een enorme logistieke en technische operatie en Thijs zal in een van de parallelsessies daarop ingaan hoe we dat van plan zijn om aan te pakken. Automatisering en orchestratie is nieuw voor ons. We hebben een jaar lang kunnen experimenteren, zou ik willen zeggen. We hebben een scrum hok waar er elke dag hard gewerkt wordt en gedeveloped wordt. En die kunnen nu nog een weekje op vakantie. Maar als we straks met Surfnet 8 beginnen, dan is het gewoon live. Dan staat daar een softwareplatform te draaien wat essentieel is voor de operatie van ons netwerk. Dat is nieuw voor ons. En daar moeten we aan wennen en onze maatregelen voor nemen. Michiel gaat in de parallelsessie nader uitleg geven over waar we staan. Virtuele netwerkfuncties. Een grote belofte, maar we zijn er nog niet. We hebben een POC gedaan dit jaar. Wouter gaat daar meer over vertellen in een parallelsessie. Om te testen met een virtuele netwerkfunctie. Virtuele firewall bijvoorbeeld. Maar we vinden dat het nog niet klaar is om in productie te brengen. Dus het komend jaar zullen we nog veel harder moeten werken om te zien hoe dat precies in onze infrastructuur gaat passen. En tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld bij het MBO dat er wel al heel veel vraag is. Bring it on is eigenlijk de boodschap, want we kunnen het nu al gebruiken. Surf Wireless, Florian en het hele wireless team, die gaan jullie vandaag ook overladen met allerlei ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden. Location-based services en we vinden dat alle campussen
met Surf Wireless verbonden moeten zijn met ons netwerk. Want dan kunnen we op de meest impactvolle manier zorgen dat we onze innovaties bij jullie kunnen brengen. eSIM, Shared Spectrum, draadloze ontwikkelingen waar we hard mee bezig zijn. En Frans zal in zijn parallelsessie daar veel meer over gaan vertellen. En zorg die we daarbij hebben, is het te vroeg? Hè? We willen misschien wel een aanbesteding doen om te zorgen dat we met de instellingen die dat graag willen aan de campus van de toekomst kunnen gaan bouwen. Maar als er geen goede aanbiedingen komen, omdat eSIM toch gezien wordt als een beetje een bedreiging voor de verschillende aanbieders, ja, dan lopen we daar nog eventjes tegen de muur op. En Smart Campus. Mijn hoop en verwachting is dat ergens tijdens een of andere koffiesessie vandaag iemand met de killer app voor IoT op de campus gaat komen. Wij horen hem graag. Er zijn veel use cases bedacht. Maar om het echt taxi te laten krijgen, denken wij, moet er nog een soort fantastische app bedacht worden die iedereen wil en die ervoor zal zorgen dat alle campussen in de toekomst ontsloten zullen zijn via de Internet of Things. Surf, het samen aanjagen van vernieuwing. Dat doen we met instellingen, bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen die hier een mooi verhaal gaat houden. Dat doen we met internationale communities, bijvoorbeeld ISNet, die gaat vertellen over netwerkarchitectuur. Dat doen we met regulators, dat doen we met bedrijven, met Cisco bijvoorbeeld, die voorop lopen in het bedenken van nieuwe oplossingen met wifi en 5G. Maar dat doen we vooral met jullie allemaal. We zijn hartstikke blij dat we vandaag aan kennisuitwisseling kunnen doen. En ik hoop op een hele vruchtbare samenwerking in de toekomst.